Arne Verschuren, we gaan eindelijk beginnen. Ik denk dat je hebt er vast wel heel veel zin in. Ja, dat klopt. De voorbereiding is altijd, dat hoort er een beetje bij. Maar ja, als voetballer doe je het toch voor die competitiewedstrijd. Hè? Dus met een beetje spanning erbij. Dus daar kijken we wel naar uit. Vorige week werd bekend dat Monsalve de aanvoerder is, maar dat jij reserveaanvoerder bent. Ben je dan juist teleurgesteld omdat je niet de echte aanvoerder bent? Of ben je toch ook wel heel trots dat je als reserveaanvoerder bent benoemd? Ja, natuurlijk ben je trots, maar voor mij verandert dat weinig, zeg maar. Je moet toch altijd dezelfde dingen blijven doen, op en naast het veld. Dus, en dat zal ik ook blijven doen. En ze weten wat ze van mij kunnen verwachten en wat ik van anderen verwacht. Dus voor mij verandert er weinig, dus ja. Jij bent als een van de weinigen, heb je ervaring met promotie. Wat breng je over naar gasten die dat nog niet ervaringen hebben? Bijvoorbeeld een Schouten of dergelijke? Ja, we hebben er al wel. Je praat er sowieso wel over. Hè. Het zijn altijd leuke periodes. Dus daar wordt wel over gepraat. Maar ik denk dat we eerst moeten beginnen met het begin. En dat zijn eerst die wedstrijden winnen. En dan op het einde zullen we wel zien waar we uitkomen. En dan kunnen we daar wel meer over praten, denk ik. Wat is het grootste verschil tussen het team dat toen destijds promoveerde en het team waar we hopelijk dit jaar mee gaan promoveren? Ja, het zijn allemaal andere spelers, dus ik denk dat er nog twee bij zijn die er toen ook bij waren. Maar op zich, een vergelijking is wel een leuke jonge groep die we hebben. Dus dat is wel echt eenzelfde punt als 3 jaar geleden. Maar je kan moeilijk vergelijken, zeg maar. Maar we gaan direct morgen zien waar we staan. Gisteren kwamen nog een hele hoop supporters kijken bij de training met een hoop fakkels en dergelijke. Jij verbaast je nergens meer over, denk ik, hè? Nee, maar toch krijg je elke keer terug kippenvel. Dus dat is wel leuk altijd om voor te trainen of voor te spelen. Dus ik kijk er ook naar uit om volgende week terug in het stadion ook te spelen. Dus dat zijn echt kippenvel momenten. En morgen dan maar voor een bomvol uitvak de eerste 3 punten binnenslepen. Ja, dat is ook heerlijk altijd. Het uitvak zit ook altijd vol, dus ze steunen ons. En dan is het aan ons om iets terug te doen. Dankjewel. Yeah.